Beneden, beneden, omhoog, omhoog. Face. Ja. Ja, we hebben een beetje zitten de klooien. Mensen zullen zeggen, waar blijven die feestafleveringen nou? Nou ja, we hebben dus donderdag proberen op te nemen. Het is nu zaterdag inmiddels natuurlijk. Maar het probleem is dat we toen hackers tegenkregen, zoals regular, en waren van alles. Want steeds kwitten mensen, waardoor je tegen 2 maanden overblijft. En dan redden we het net niet, want we moeten 45 kills maken. Ja. Hier kan je uitgaan, zo te zien. Ja. Oh nee, blijf maar even in. Het is wel afgelopen. Oh, zeg gewoon wat? Huh? Oh, het is een hacklobby. Kijk dan. Ik word heel gewonnen. Jou moet je kill kunnen wegdrukken. Wat gebeurt? Hacker, gaan we eruit vissen vandaag. 126 om 6 de bus. Ja, die zitten vol bengen zeker. Nou. 93-4 heb er eentje. Ga eruit, vis. Jezus, wat een figuur, hè. Wat een figuur, hè. Wat een takkengame is het naar de community. Ik kort is helemaal kan het tyfus gewoon. We kunnen niet eens normaal opnemen. Het leuk uitleggen. Gisteren, daar was een beetje raar stemmen. Ja. We zijn gisteren uitgelegd met Geel en Roy. Helemaal rot vandaag natuurlijk ook overdag. Ja. En ja, ik kom er gewoon weer in. En wij komen hackers tegen van alles. Je kan gewoon niet even normaal zeggen, we gaan nu even opnemen. Want je komt van alles tegen, waardoor je gewoon het verpest wordt. Dat is helaas. En dan zeggen ze, ja, het is ook een oude kot. Natuurlijk is het geen oude kot. Hij is verdomme net wel eruit hoor, hetzelfde lobby. Dit is een ligt aan welke lobby het... Nee, het is hetzelfde, kijk dan. Kijk, zit door de muur heen te klitsen, zie je? Ja. Dit is 2,5 jaar oude game, dat moet toch gewoon nog speelbaar zijn? FIFA 10 is toch ook nog speelbaar? Het wordt nou een andere map, dat bedoel ik. Dus... Nee, maar dat doet uit. Dit zijn gewoon hackers. Nee, dit zijn wallbangers dit allemaal. Gewoon een hele... Nee, nee, je kan niet. Je gaat zo'n 54... Dat kan er niet. Dat kan niet alleen met wallbangen, hoor. Oh, het wordt weer gewoon terminal. Kijk maar. Nee, man, Fries. Jawel? Ja, een hack, weg, weg, weg. Een hacker, zie je? Nou. En, ja, het is gewoon lastig voor ons om op te nemen, blijkbaar. Op een of andere manier. We moeten 45 kills maken. We hadden net al een aflevering eigenlijk opgenomen. Op bootleg, regular. Het probleem is toen dat we... Oh my god. Maar ja, het is niet anders. Nee, het probleem is toen dat we dus... de host quitte. We hadden 35 kills. We hadden nog zeker 3 minuten over qua tijd. En toen quitte de host. Ja. En... dat is net een paar minuten geleden. Dus dat is, het wordt heel lastig. Ik hoop dat de serie door kan gaan. Anders moeten we op Ghost gaan spelen ofzo. Maar dat is wel saaier. Kut saaie snipers. Ik speel met Blind Eye. Ik mensen denken, gay. Nee, dat is dat je toch niet hoeft te reloaden bij begin. En je krijgt best wel bullshit tegen. En heb je er niet zoveel last van. En je hebt 7 calls geloof ik. Of dik of 8. En ik dus ik hoef niet te reloaden. Nee. Waarom zou je met Blind Eye beginnen dan? In principe heb je er 2 calls een kill. Als je het weet je. En dan gaan die gasten invite die net dus tegen. Ja, mij ook. En die gaan een shotgun tegen ons spelen. Dat ze weten dat we feesten opnemen zijn waarschijnlijk. Oh nee, hij speelt een shotgun wel. Ik wil één keer daarin. Hij speelt wel normaal, die gasten. Man. Oh, het is slecht van me. What the fuck? Chris. Oké, okay. Raak zo meteen goed op regular. Hé? Dat is wel lekker. Paul zit erin. Falend. Echt zo slecht van me. Heb je? Ja, ik heb hem. Oh. Voor de mensen, mogen kills maken met onze secondary en met een knife, alleen maar in nood. We mogen niet echt gewoon continu, we moeten natuurlijk snipe kills maken, maar we mogen ook... throwing knife en een pistol kill maken. We mogen niet met andere secondary spelen dan een pistol. Nou. Hé? Ik irriteer best aan de comments mensen zeggen, ik haal 50 kill, 40 kills in mijn eentje. Natuurlijk heb je dat wel eens gehaald. Als ik de hele avond ga snipen en we gaan niet live opnemen, haal ik dus ook een potje 60 kills met een sniper, weet jij veel. Dat was beast, Paul, wat ik deed. Ja? Throwing knife kill en daarna een sniper kill. Die was echt beast. What the fuck, kom op, rot dat op. Ik word wel gek trouwens van de UAV's. Yep. Oh, die was lekker, die gaten. Oh. Headshot. Oké, is dat Zino? Oh, Paul, het falend van me weer.
Even, oh, dat is naam van Blind Eye. Is dit een wapen? Dat ging al traag. Oké. Ja, ik heb het nog wel. Goed. Oh, fuck. Die ook nog? Minder mensen hebben, dat is nadeel misschien beter. Ha, kut! Maar het gaat wel redelijk. Wat zeg jij nou, aardige kut? Ba. Ba ba ba. Dat ba 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 inderdaad. Waar dan? Oh, gratis kill weg. Waarom moet ik ook een waar dan? Even te snipen. Gothix! Dat zijn wel de vette namen, hè? Die zijn wel snipers of competitief. Daar heb ik diepe respect voor, hoor. Kut. Of zijn we nou jong? Nee, Paul. Niet falen. Hè? Oh, hij viel al dood neer. Ik kan echt nooit... Die, dat is zeker een kill. Waarom blijft deze met 45 kills maken? Jezus, mina. Ja, ik ga nou dood. Ik moet gewoon niks meer doen. En ik daar ze toe ga. Een huisje binnen moet. Kom op nou, Paul. Kom op nou, Paul. Wat doe je zelf? Dat is echt mijn eigen fout. Kut. 4 tegen 6. Maar wij zijn de 4. Oké. Okay. Lekker. Oei, 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 mazzel. UAV nice. Ik ben aan het campen, ik heb schijt. Oh. Fuck! Hé, die zag ik helemaal niet, klopt. Had het toch een radar? Had toch... Ja, maar als je 6 hebben. Hebben we dat blijkbaar niet. Godverdomme. Nee! Oh ja, ik ga geen tactical series meer gebruiken. Doe ik het toch weer, hè? Eigenwijs. Ja, dat is echt. Ja, het is traag, Paul. Oh-oh. Dat nog. Oh, werd gered door jou. Nou, we zijn ook weer dood. 13-13. Oh, spawn 13. Nou, het is al heel erg als mensen me mee kunnen zien. Ik ga heel vaak spawn 13 potje. Zonder tactical, hè? Gewoon spawn 13. 3 keer of zo. En dan nog 2 keer met tactical. Weer spawn 13. Ik gebruik geen tactical. Nou, maar, wat is dat nou? Ik ben gewoon 6 keer spawn 13 gegaan. Het is dubbel dood gewoon. Dat is elke death is dubbel. Bijna elke death. Kut, 3 caps. Hitmarker, oh, jij hebt hem, ja. Nee, ik heb hem niet. Oh, kut, dat is een kut. Als jij hem dan nog hebt. Oh, ik ben nou echt 8 uur aan spawn net te gaan. Stel, bombardef erachteraan. Nou, Chris. Ik denk, zij is weer te camp in dat huisje. Ja, ik ga gewoon... Oh, weer spawn dood. Nou. 8-9 keer bij dood gaan. Ik is heel ernstig dit. Ik ging helemaal niet zo slecht, man. Ja, 23 kills goed. Hebben we. Stel, bommen ook nog erachteraan. Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Holy shit. Kan dit nou? Van de hip. Weer een hip maken. Kom. Oh. Nou, is het nou, wat doe ik nou? Ik moet wel schieten, hè? Ik moet wel een keer schieten. Met die granaten. Ja, het schudden van die granaten, dat is zo irritant. Shit, sorry. Was het E, hè? We moeten omdraaien.
Nou, ik schiet dwars door iemand heen. Kom nou, we gaan traag nu, jongens. Tjonge, jonge paal. What the fuck? Ook irritant hoor, elke UAV's. Ja, dus daar is het heel moeilijk van. Ah, ik schiet door hem heen, het gaat er maar nergens op. Met UAV's tegen wordt het een stuk moeilijker hoor, ze zien je eerder, hè? Dus ja. Nou schoot ik mis. 29, we moeten nog 16 paal. Kunnen we halen hoor, maar ik ging gewoon een hele snelle fase gehad. We spawned het, gewoon even een minuut niks gekild ofzo. Ja. Langer nog, anderhalf minuut of zo. Dat kleine spot, dat ging een stelbom er nog erachteraan. Ja, dan. Hitmarkers, assist erop. En dan niet van jou, dan assist. Dan ook nog een ander hem killed. Ja, dat is kut. En dus ook zo, die Voltix. Met zijn UMP zat ook nergens op. Zo! Dat is niet te raken, die gast. Moet even zo doen. Hé! Hey. We hebben nog. Als legt aan het tempo, hoe het nu gaat, maar anderhalf minuut. Gaat het in. Ja. Dan vanuit dat het einde weer sneller gaat, dat het opgeven, even bij de partijen, dat er toch niet meer gecaptured wordt. Chris. Het moet echt sneller zijn. Daar ik spel het niet op. Komt jongens, wij zijn er gisteren uitgegaan, ik ben rood als de tyfus. Maar ik wil niet tegen de die 45 kills hadden we kunnen hebben al. Nu had ik dus moeten knijven. Je mag panic knijven. Ja. Ik had dan gewoon moeten knijven. Ik ging even een sniper aan. Ik heb een pistool binnen moeten lopen. Weer assist nu. Kut. Dit is een bier, jongens. Stop. Oké, okay, kom op. Wat hebben we er nu? 37 of 8. En niet zeuren over de stats, boys. Want het is hier dus gereed. Het gaat om dat er... Double kill! Collateral. Oeh, ik ging schudden. Ik denk weer daardoor dood, maar goed. Ja, weer één. Ik ook. Hey, mijn rug, mijn rug, mijn rug. Oh, fuck. Nee, kut. Twee, nog drie kills. We halen het. Nog drie kills, we halen hem. Hehe, we zeggen die niet. Oh, oh, spawn dood. Hey! Oh, nee, de host! Nee. Hacker, nee, hacker. Hacker. Nou, maakt niet uit. Heb je er één? Ja. Ja. Nog twee, Paul. Oh, nee. Kut. Nog één, nog één, nog één, nog één. Akimbo's. Nee. Yes, got it. Oké. Okay. Oh, nou, het ging niet zo best, maar het spawnde echt zo. Dat is echt geen nergens. Gewoon stond de tactical insertion, hè? Oh, dat is echt slecht. We hebben het gehaald, maar hierna moeten er dus 50. Je ziet hoe moeilijk dit al is nu. Oh. Ah, ik ga ook slecht. Ik heb een geweldig gehaald. Ik ben slecht, maar het boeit me reed. Nou, we hebben ze in ieder geval. Ja, ik heb nog meer testen, maar ik ging echt jezus, mensen. Ik vind het toch wel knap hoor, van oh, niet snipers. Hey, iedereen is weg. Kills. Iedereen is weg. Bij mij niet? Ik speel tegen één man. Wij zijn waiting for players, maar is die tegenstander gewoon vijf man staan bij mij? Ja, ze zijn aan het hacken. Friendly aid, 6 Overwatch inbound. Nou. Nou, in ieder geval gewonnen. Dat is wel vet hoor, dat hacken. Oeh, uiteindelijk hebben we eentje te over, hè? Oeh. Oh, min 3. Oh nee, je hebt min 6, hè? Maar... Ja. Nou, die zeggen altijd, des interesseert ons geen reet. Je ziet toch hoe we doodgaan? Ja, de spawnnet, die pakt die kick. Zeusje, dan ga je spawnnet door. En ik ben gewoon doodgegaan. Spawnnet gewoon achter elkaar. Gewoon achter elkaar. Oh. Ik had een fase dat ik gewoon achter elkaar, echt gewoon 6, 7 keer rijd. Ging dood, achter elkaar. Dus ik had één def en dat was al onterecht ook nog. En dan ga je ook nog eens 6 keer spawnen en een stelbom erachteraan. Maar, ga er maar uit. Ik heb wel een vette trouw in knife trouwens, daar een snipe kill.
Throwing knife, snipe kill. Op de cap. Haal de cap. Oh jee, de volgende aflevering wordt het 50 kills. Ja, op regular, maar we hebben wel al gezegd, we gaan het ook denk ik vanaf 50 kills op Ground War doen. Dus misschien al de aankomende aflevering. Ja. Laat in de comments achter of jullie het vinden dat wij dat mogen proberen. Want dat 50 kills, op dat is nu al heel moeilijk geweest. Ja. En we kunnen ook nog een map krijgen dat het nog moeilijker wordt. En dit was nog een close match. Het kan ook een, ja, hè, dat we 200-100 winnen. Ja. En dan regular, ja, dan haal je het gewoon niet. Ja. Dan is het al moeilijk om 50 kills te maken met je gewone gun. Als iedereen komt er een quit, laat staan met een sniper. Maar ja, laat in de comments achter of we dat mogen doen voor jullie. Ik zou zeggen, blijven kijken. Kijken onze video's en liken onze video's. Ja, toch? Ja. Okay.